Ja, nee, maar dat is koningin Emma heeft daar dus heel lang gewoond. Maar dat vind je bijvoorbeeld ook. En zo'n vijfpuntige ster, dat is dus het symbool binnen het satanisme. Als er een cirkel omheen zit, dan wordt die gebruikt binnen rituelen. Dat is, want het geeft enorm veel macht, kracht. Tenminste, dat denken hun. En ik denk ook wel dat het waar is, want zoals je al zegt, er is meer tussen hemel en aarde. Maar de vijfpuntige ster, als je dus nu kijkt, er komt kerstmis. Ja, we hebben dus, dat is een christelijk feest. En als je dus door de straten loopt, de verlichting overal, zie je mooie vijfpuntige sterren hangen. Ja. Maar dat zijn allemaal Satansterren. Dus dat is toch wel heel ironisch. En niemand merkt het. Voordat iedereen zijn kerstboom gaat afbreken, wil ik daar toch even wat aan toevoegen. Ja, Want het is ook de waarde die je daaraan geeft, hè? ja, oké, ben ik met je eens. Maar degene die dit dus stuurt, hè, die lacht ons gewoon uit. Die zegt, Ja. kijk, dit is gewoon een ja, en het is dus niet alleen met kerstmis. Het is op kinderkleding, op vlaggen, op militaire voertuigen. Maakt niet uit waar, tekenfilms. Overal kom je steeds die 25 sterren tegen. En dat is gewoon, ja, gewoon te zeggen, kijk jongens. Hè. Maar de kerst is sowieso een heidens gebruik, hè? Dat De is kerstboom. heel duidelijk. Dat, ja, daar hoef je eigenlijk niet over te Maar praten, daar want zit dat trouwens. hoort eigenlijk iedereen te weten, hè, want het is allemaal. Daar zit trouwens wel een mooie gedachte achter. En Ja, dat ik is weet. wel licht, het feest van licht. Dat Men heeft dus dat heeft, Constantijn heeft dat gedaan in 300 na Christus. Die had dus problemen in zijn rijk of problemen hij wilde dus eenheid. En door eenheid krijg je alleen dus om door één religie in te voeren. En toen heeft hij dus het christendom genomen en ja, er waren een heleboel mensen die waren het niet mee eens. Dus heeft hij gezegd, nou doe maar een beetje van jullie een beetje erbij, jullie symbolen erbij. En ja, de feestdag van het licht, dus Klinkt de zeker. geboorte, ja, de geboorte van het licht, dus laten we dat maar dan 25, 24, 25 december dus invoeren. Zo is dat binnengeslopen. En ja, als je ook kijkt op de geboorte van Christus in deze tijd kan helemaal niet, want dat moet een hele andere. Het zou in het Een voorjaar hebben ander plaatsgevonden. voorjaar, ja, want het is bijvoorbeeld de herders en schaapjes lopen nu niet buiten in Israël. Het is veel te koud. Ja, nee, dat is allemaal. Ja, nou. Kom je in de wereld gekomen? Ik sta er altijd van te kijken dat een bepaalde groep mensen die gaat heel erg goed. Buiten die elite heb je ook nog de entertainmentwereld. We kennen verschillende namen uit het verleden. En John Lennon, die in verband gebracht werd met Marilyn Monroe. Ja, dat is niet zo ver te zoeken, dat was met John F. Kennedy. Ja. En broertje Robert natuurlijk ook. Maar verschillende bekende namen komen we daar toch tegen. Hoe zit dat? Zijn die mensen ingewijd of zijn die gewoon voor de amusement van die lui en dan krijgen ze daarvoor extra betaald? Of hoe zit dat? Nee, ik zelf denk dus dat. Of laat ik zo zeggen, je hebt hele goede artiesten die nooit wat worden. Die bereiken nooit wat, dus dat is vreemd. En dan heb je artiesten die helemaal niet begaafd zijn. En dat worden wereldsterren. Deze mensen worden gebruikt op verschillende. Ik denk niet dat ze het zelf weten, want wat hun dus willen is dus bekend worden, rijk worden. Dus die let alleen daarop. Ze spelen wel een belangrijke rol, want dat is grote groeperingen, volgelingen krijgen ze. Ze hebben behoorlijk veel invloed op de jeugd. En als je dus nu naar de jeugd kijkt, en dan niet omdat het daar één zanger of één groep, maar dat is gewoon in het algemeen. Algemeen kun je zien dat de muziekindustrie dus een behoorlijke invloed heeft gehad, hoofdzakelijk vanaf de jaren, begin jaren 60, op de samenleving en dan vooral binnen de jeugd. En dat heeft dan wel eens te maken met het bezighouden van mensen. Waar men ook heel erg mee bezig is, dat het dom houden en dom maken van mensen. Want hoe dommer de mensen, hoe makkelijker ze dus te sturen zijn. Onder andere het onderwijs wordt dus. We hebben hervormingen. Binnen het onderwijs krijgen we steeds weer hervormingen. Nou, de meeste mensen denken, dan wordt het beter. Nou, dat is dus absoluut niet de bedoeling, want men heeft helemaal geen belang bij mensen die dus. Slimme woorden. Nee, men wil dus, ja, als je dus, ja, misschien vinden de jongens en meisjes die bij McDonald's en zo werken niet leuk, maar dat soort mensen kan men dus heel goed gebruiken binnen de nieuwe wereldorde. Eenheidsworst. Ja, kan zijn naam ook niet herinneren. De minister in België heeft al gezegd, we hebben geen interesse bij mensen die goed ontwikkeld zijn, die met veel studie, als ze maar punctueel zijn en netjes en ja knikken. Ja. En dat is wat ze hebben, dus niet in opstand komen, lage lonen. Maar dat is dus toekomst voor onze jeugd.
Ja. En? Ik heb nog een belangrijke vraag met betrekking tot die nieuwe wereldorde. Iets wat mij in mijn hoofd al een tijdje spookt. De 80er jaren, begin 90er jaren, toen zagen we dat mensen steeds minder gingen werken. We hadden eerst 40 uur gewerkt. Vroeger werkten mensen zelfs op zaterdags nog. Nou, die zaterdagswerk dat werd afgeschaft. Mijn vader heeft wel nog op zaterdag gewerkt. Maar er werden 5 werkdagen, 40 uur. Het werden zelfs 38 uur. En het ging naar 36 uur. En de voorspelling was toen, door verschillende politieke partijen ook, maar ook verschillende zieners die daarmee bezig waren, economen. Als we 10, 15, 20 jaar verder zijn, misschien 30 jaar, werkt iedereen nog maar 20 uur. En we kunnen toch allemaal eenzelfde economisch, maatschappelijk peil bereiken. Wat is er gebeurd dat ineens dat gebeuren is omgesprongen, dat ineens dat het niet meer kan, dat we maar meer moeten gaan werken? Wat is er gebeurd? Is dat die stroomversnelling die de NWO heeft ingezet, heeft dat daarmee te maken? Heeft te maken met dat we dus echt het eindpunt naderen. En dat we het zo goed hebben gehad in Nederland bijvoorbeeld. Ik zie dat het is een experiment hier doorgevoerd in Nederland. Ja. En het experiment hield de zin van, of het is heel eenvoudig gezegd, als een bevolking het goed heeft, ja, financieel, en men kan alles, men kan op vakantie, men kan minder werken, oh prachtig, dan kun jij met die bevolking doen wat je wilt, die komt niet in opstand. Uh-huh. Het is gewoon een soort psychologische test is het geweest. En een ander land heeft men andere dingen door, bijvoorbeeld in het voormalige, of in Rusland heeft men dus, de oostblok heeft men dus gezien, geprobeerd van in hoeverre kunnen wij de mensen uitbuiten, en in hoeverre kunnen we gaan met de bevolking, zonder dat ze in opstand komen. Dus dat heeft allemaal te maken met het manipuleren, het psychologisch bewerken van grote bevolkingsgroepen. En dat is dus, ja, dat is ook niet los van elkaar, dat mensen dat even duidelijk krijgen. Communisme, democratie. Nee, dat is allemaal één potnat. Dat zijn allemaal systemen die uitgeprobeerd zijn. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Want uiteindelijk moeten wij gewoon tot één nieuwe wereldorde komen. En men weet dan precies wat men met ons kan doen. Ja. En in Nederland is het zo van, wij laten alles gebeuren, wij vinden alles wel best. Wij denken niet meer na. Als we moeten gaan nadenken, worden we moe. Ja, maar dat komt dus voort. We zijn ook een beetje nadenkmoe, hè? Denk ik, polder gedachten. Men wordt dus, dagelijks wordt men dus gebombardeerd. Op televisie kun je beter helemaal niet meer kijken, want er komt niks normaals meer op. Maar het is dus gewoon dus het verleden vanaf de jaren 70 dat ons zo goed ging. Het is een periode geweest, dit heeft ons volk, of jullie, ja, ik ben ook Nederlander. Heeft ons volk heeft dus gevormd, ja. De Nederlandse bevolking vind ik een van de meest domme en gemanipuleerde bevolkingen die op deze planeet rondloopt, naast de mensen in de Verenigde Staten. En tegelijkertijd krijgen wij via de televisie te horen dat wij heel super intelligent zijn. Dat wij geweldige mensen zijn. Ja, en het gaat goed met ons en het is allemaal fantastisch. Open en vrij. Ja. En iedereen die uit buitenland komt, die is dom en arm. Onderdrukt. En wij moeten zeggen hoe ze moeten leven, want wij weten wel, wij kouwen hun voor, of wij denken dat wij dan de verplichting hebben, dat wij, want alleen wij weten het, en dat is heel zielig is dat. Er komt nog een vraag, die kun je natuurlijk, die heb je 14 dagen geleden heb je aan je water al voelen aankomen. Wat heeft dat nou allemaal met 2012 te maken volgens jou? 2012 denk ik. Of denk je dat 2012 ook een elite truc is? Ik denk dat we hebben nu over de Maya-kalender en dit soort zaken. Zoals je weet, leef ik ook in Zuid-Amerika en daar is echt wel iets aan de hand. Maar ik denk dus dat de elite daar dus gebruik van maakt. En ik denk dat we een haast hebben om dat rond die datums allemaal, dus de nieuwe wereldorde, toch op een of andere manier, in ieder geval een paar stappen verder gaan, grote stappen te nemen om dichter bij hun doel te komen. Want ze hebben, soms hebben ze zich, dacht ik, ook wel eens vergist. Of dat er wat vertraging opliep of zo, in ieder geval. Ik weet niet, ik denk niet dat ze op schema liggen. Maar ik persoonlijk denk dus dat 2012, oftewel of niet wat gebeurt, dat is even tussen haakjes. Maar ik denk dus dat de elite daar gebruik van maakt, van die datum.
Dus dat kern van waarheid is, ja. Dat denk ik zelf ook. Kern van dat er gewoon een bepaalde waarheid is. Ja. Want die waarheid, dat zie je nou in de film 2012, dat was ram neergezet. Ja, maar dat is dat apocalyptie door. Nee, laten we de Hollywood en de hele filmindustrie is dus het wordt gestuurd, hè? Ja. Want dat is heel duidelijk. En wat ik al zeg, dus, of in het begin heb ik gezegd, dus over evolutie ontstaan van het leven op aarde. Ik ben ervan overtuigd. Ze hebben evolutietheorie, is het, hè? Dus ze hebben geen bewijs en geen feiten. Dus ik ben ervan overtuigd dat daar dus. Ik ben ervan overtuigd dat het leven op aarde dus ontstaan is met ingrijpen van buitenaf. En of dat nu God is, want God is eigenlijk een titel, hè? Of ja, laten we zeggen, Marsmannetjes of wat dan ook. Want ook in Latijns-Amerika heb ik dus enorm veel dingen gezien, dus zaken die duidelijk wijzen op buitenaardse. Deze mevrouw is daar helemaal over. Dat je ja, die is. Dat is mevrouw Nefertiti. Die heeft die van niks zo'n gekke grote muts op. Ja. Misschien mag ik hem heel even draaien.